het Hoofdzaak Werkjournaal. In het Hoofdzaak Werkjournaal draait alles om het project Hoofdzaak Werk. Dat is een landelijk project van het convenant Sterk Door Werk met als doel meer baankansen creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We hebben 2 gasten in de studio en filmpjes vanuit verschillende arbeidsmarktregio's, waarbij we iedereen die betrokken is bij dit project willen informeren en enthousiasmeren. Deze keer in het Hoofdzaak Werkjournaal. Landelijke kopstukken Jan Markerink en Chris Bergmans inventariseren in de regio de laatste stand van zaken van project Hoofdzaak Werk. Eerst gaan we nu ophalen wat er gebeuren moet en te zorgen dat de noden die zij ervaren, dat we die landelijk ook aanhangig kunnen maken, zodat er wat mee gebeurt. Werknemer Twan geeft aan wat werk voor hem betekent. Ik ben er wel achter gekomen dat werk toch wel echt een hele grote basisbehoefte is voor mij en een structuur. En het geeft me een reden om uit bed te komen. Het geeft me reden om gewoon aan de gang te gaan, zeg maar. En een portret van Bjorn, die een baan vindt dankzij de werkgerichte behandelaanpak van GGZ-instelling Reinier van Arkel en UWV Den Bosch. Welkom Jan en Chris. Fijn dat jullie er zijn. Het project Hoofdzaak Werk moet natuurlijk vooral in de regio, in de arbeidsmarktregio's uitgerold worden, ontwikkeld worden. Daar moet die GGZ-professional met die UWV-professional en die gemeenteprofessional samen gaan werken om mensen naar werk te begeleiden. Nou zitten jullie er landelijk op. Jan, jij als programmamanager en jij als projectcoördinator. Wat is jullie rol en jullie taakverdeling dan, Jan? Nou, we hebben niet echt een taakverdeling met elkaar gemaakt, maar mijn achtergrond zit meer in het politiek-bestuurlijke en op het strategische vlak. Dus ik heb in het verleden vaker samenwerking moeten organiseren binnen de arbeidsmarktregio's. En Chris is, maar goed, dat kan Chris beter zelf vertellen, maar die heeft meer een achtergrond in de GGZ-kant. Ja, dat klopt. Ik ben als IPS-coördinator vanuit Kent Centrum Verenigd betrokken geweest bij implementatie van IPS, wat nu eigenlijk een landelijk netwerk is. Dus vandaar ken ik de GGZ-instellingen goed en kan ik goed verbinden met gemeente en UWV. En vullen we in die zin elkaar heel goed aan, denk ik. Snip en snap. Ja. Hey, jullie zijn nou een paar maanden bezig, hè? Het project liep al, dus jullie zijn in een rijdende trein gestapt. Ja. Met welke opdracht zijn jullie nu bezig? We moeten ervoor zorgen dat er in de 35 arbeidsmarktregio's een werkende samenwerking is tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Ja. He, dus dat is één. Ja. En we willen zorgen dat we die 3500 trajecten per, niet per regio, maar wel landelijk halen. En dat mag verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's. Ja. Dus die twee dingen zijn heel erg belangrijk. En we moeten ook gaan zorgen dat de borging daarvan geregeld is. Dus dat betekent dat de financiering voor die trajecten, dat die ook na 2023 en 2024 dat die doorloopt. Dat is voor ons nu heel erg belangrijk. En daarmee denken we ook echt dat het een gamechanger zal zijn voor Nederland, maar ook voor de regio's in de aanpak van voor betaald werk en mensen met een psychische aandoening. Omdat het straks ook vanuit gemeentes mogelijk is om die mensen goed te bedienen met IPS of met een andere aanpak. En daarmee is het heel belangrijk ook voor de kwaliteit van leven voor mensen met een psychische aandoening. Dat als ze willen werken, dat het mogelijk gemaakt wordt en dat partijen daar heel actief aan samenwerken. Jullie gaan echt de regio in, of niet? Ja. Vertel eens. Ja, het is een soort van Veronica komt naar je toe deze zomer, maar dan met ons tweeën. En dan in het najaar? En dan in het najaar, precies. Nee, maar dat is niet alleen maar met ons. Dus we hebben gezegd dat we hebben een werkgroep. In de werkgroep zijn de convenantleden, die zitten daarin. Dus we hebben gezegd, we zouden eigenlijk met die vertegenwoordigers die het landelijke beeld van hun organisaties kennen, zouden we naar de regio's moeten gaan om met hen in gesprek te gaan over, wat gaat er nou hartstikke goed bij je? Wat zou er nog een beetje beter kunnen? Mm-hmm. En hoe kunnen wij vanuit onze rol en vanuit onze organisaties een bijdrage leveren aan het vlot trekken van dingen die misschien wat minder goed gaan? Voorafgaand aan de gesprekken in de regio's hebben we een evaluatie uitgevraagd bij de regio's die al wat verder zijn. Dus krijgen we heel veel informatie binnen over wat gaat goed en wat kan beter. En je ziet bijvoorbeeld regio's met een gedeelde projectleider, iemand uit GGZ en iemand vanuit gemeentes, dat werkt erg goed. Regio's waar ook het werkgeversservicepunt is aangehaakt in het project werkt heel erg goed. En we zien ook dat regio's soms werken met een ervaringsdeskundige in hun projectteam. Ja. En dat stimuleert natuurlijk enorm ook
de aandacht voor betaald werk bij mensen met een psychische aandoening. Wanneer het goed gaat, levert het ook heel veel op. En dat ondervond ook de 34-jarige Twan uit Zonnebreugel. Hij is via een IPS-traject aan een baan gekomen bij Rema Kunststoftechniek in Eindhoven. Ik kom hier eigenlijk best wel om een beetje te relaxen, zeg maar. Een beetje terug te komen. Als het wat druk is geweest, wat heftig is geweest, dan vind ik het wel fijn om hier even een beetje tot rust te komen. Ja. Ja. Hi dames. Ik ben toen ik 5 was, ben ik gediagnosticeerd met autisme. Wat het voor mij vooral betekent is een prikkelverwerkingstoornis. En dat is bij mij toch wel het stukje waar het grootste probleem ligt, denk ik. De 34-jarige Twan heeft een pittige tijd achter de rug. Door een grote verandering in zijn privésituatie speelt zijn psychische kwetsbaarheid meer op en komt zijn baan als lasser onder druk te staan. Ik zat nog in een relatie en die ging, jammer genoeg ging die over. En dat heeft me wel op zo'n manier geraakt, zeg maar, dat ik toch wel in een depressie terecht ben gekomen. En dat belemmerde het werk op den duur zo erg, zeg maar, dat het ook uitgegroeid is naar een burn-out. Twan zit uiteindelijk 2 jaar thuis. Terugkeren naar zijn oude werkgever lukt niet. En omdat hij een WIA-uitkering krijgt via UWV en in behandeling is bij de GGZ voor zijn psychische klachten, komt Twan in aanmerking voor een IPS-traject. Bij de methode individuele plaatsing en steun staat werk centraal, omdat uit onderzoek blijkt dat een betaalde baan kan bijdragen aan herstel. En dat betekent een waardevoller leven voor de persoon zelf, maar ook minder zorgkosten voor de maatschappij. IPS-coach Liesbeth Meulenbroek begeleidt Twan tijdens dit traject. Ja, het was aan Twan heel goed te zien dat hij ongelukkig was. Hij was veel gewicht verloren, dus eten werd lastig voor hem. Hij huilde heel veel, heel snel. Hij begreep het gewoon niet. Hij wilde het graag heel goed doen en als het dan niet lukt, ja, dan kost het natuurlijk heel veel energie en zorgt dat voor heel veel verdriet. Door in gesprek te gaan met Twan krijgt IPS-coach Liesbeth een steeds beter beeld van het werk en type bedrijf dat bij hem zou kunnen passen. En gaat ze op zoek naar een geschikte werkplek. Uiteindelijk komen ze uit bij Rema Kunststoftechniek in Eindhoven. Goedemorgen Marcel. Morgen. Wat gaan we doen? Ja, je ziet het al voor hun neus staan. Ja. Ik zag in Twan meteen de vakman die ik vroeger in mijzelf zag, zeg maar. En toen dacht ik van ja, het kan onmogelijk zo zijn dat zo'n jongen zo'n stempel op zijn hoofd krijgt en eigenlijk niet meer kan werken, terwijl dat het liefst is wat hij doet. Bij een IPS-traject is de IPS-coach de spin in het web en houdt nauw contact met zowel de werknemer als de werkgever. Hoi, Liesbeth. Ah, jongen. Hoe is het? Ja, goed. Nou? Om Twan te begeleiden ben ik regelmatig op het werk geweest. Het is in die zin ja, maatwerk, luisteren. Wat wordt er gezegd? Wat geeft Twan aan? Wat geeft werkgever aan? Begrijpen ze elkaar? Dan is het eigenlijk ook een creatief proces van hoe breng je mensen tot elkaar. Hoe is het nu? Ja, het gaat goed. Ik ben er wel achter gekomen dat werk toch wel echt een hele grote basisbehoefte is voor mij en een structuur. En het geeft me een reden om uit bed te komen. Het geeft me een reden om gewoon aan de gang te gaan, zeg maar. Ik zou kunnen zeggen dat af en toe werk wel gezien kan worden als een medicijn. Ik geniet er ook nog eens van, dus ja, dat is alleen maar top. Ja, win-win. Er is ook een langere versie van dit filmportret van Twan. Dat is terug te vinden op www.sterkdoorwerk.nl. Dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld hè, van hoe het goed gaat. Zijn er meer voorbeelden te noemen, regio's die lekker bezig zijn? Ja, er zijn denk ik best wel veel regio's goed op weg. En er zijn zeker mooie voorbeelden te noemen. De afgelopen periode waren we op bezoek in Flevoland en ook in de regio Amersfoort, waar al meer dan 100 trajecten worden ingezet. En in die regio's wordt ook heel actief samengewerkt. In Flevoland ook met gedeelde projectleiding en is ook het werkgeversservicepunt aangehaakt. En in Amersfoort geldt ook dat ze veel trajecten hebben ingezet, elkaar veel beter hebben leren kennen. Het werkgeversservicepunt is aangehaakt en ook een ervaringsdeskundige deel uitmaakt van het projectteam. Dus dat waren mooie bezoeken. En wat kunnen jullie nou echt bijdragen om het te stimuleren in die regio's? Nou ja, eerst gaan we nu ophalen wat er gebeuren moet. Hè, of wat zij vinden dat er beter zou moeten. En te zorgen dat de noden die zij ervaren, dat we die landelijk ook aanhangig kunnen maken, zodat er wat mee gebeurt. Welke noden zijn er?
Nou, dat is een nood om de IPS-regeling, dat is de regeling waarvanuit de financiering van de IPS-trajecten zou komen, dat die er nu eindelijk komt. Hè. Het laat al heel lang op zich wachten. Dat is er één. Want wat houdt dat dan precies in? Nou, er is een landelijke regeling in de maak voor IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep. Mm-hmm. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt dat mensen met een gemeentelijke uitkering ook met een IPS-traject naar werk toe begeleid kunnen worden. Mm-hmm. Door alle gemeentes in Nederland in samenwerking met hun regionale GGZ-instelling. Mm-hmm. Daar is 21 miljoen euro voor beschikbaar. Het was al in 2021 aangekondigd dat die zou komen. Dus daar zitten best wel veel regio's op te wachten. En we hopen nu dat die eind november gepubliceerd wordt. Waarmee wij ook verwachten dat er het programma een enorme impulsen krijgt om door te gaan en ook veel trajecten voor mensen in te zetten. Maar hoe kan het nou dat het geld al toegezegd is? Dat is er dus, maar het is er niet. Omdat de regeling er nog niet is. En waarom is de regeling er dan niet? Als je het administratieve goed geregeld hebt, heb je de governance goed geregeld, dan ga je vervolgens starten met het programma. Dat hebben ze hier niet gedaan. Ze hebben hier gezegd, luister, dit is een hartstikke goed idee. We snappen met z'n allen dat het gaat werken. We gaan die middelen reserveren en dan komt het vervolgens wel goed. Nou, en in de praktijk zie je dat soms weer barstiger is dan dat je wil, omdat er juristen gaan kijken naar waarom ziet zo'n regeling er dan uit. Daar moeten alle partijen moeten daar wat voor vinden. En dan kan het dus heel veel langer duren dan dat je zou willen. Dus ik ben persoonlijk een groot voorstander van het voortvarend oppakken van dingen waarvan je denkt dat het heel goed kan. Dat is hartstikke goed. Maar dit is wel het risico. Het risico is dus dat je al lang onderweg bent en dat die regeling er uiteindelijk nog niet is. Frustrerend lijkt me dat. Het positieve nieuws is wel dat hij voor 2023 en 2024 gaat lopen. Het was voor 2022 en 2023. Dat betekent ook dat regio's 2 jaar hebben om trajecten ook in te kunnen zetten. Dus dat is goed nieuws. Ja, en dat met terugwerkende kracht de trajecten van 2022 ook worden vergoed. Het komt goed, begrijp ik. Het is niet een sexy verhaal, maar we moeten het wel even regelen. Ja. IPS is niet de enige methode die toegepast kan worden om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Zo is ook de werkgerichte behandelaanpak een methodiek. Die wordt gebruikt in Den Bosch. En via deze methodiek is de 25-jarige Björn aan zijn droombaan gekomen. Het is 5:30 en 6 gaat de wekker. Dan sta ik op, dan kleed ik me eigenlijk om voor werk, maak ik mijn eten klaar dat ik voor werk. Daarna ga ik mijn tanden poetsen en dan doe ik mijn schoenen aan, pak mijn spullen. Als ik het even niet weet, dan kan ik altijd naar plan moeten kijken en dan weet ik precies wat ik ook weer moet doen. Dat is eigenlijk gewoon een hulpmiddeltje dat ik niet mijn structuur vergeet en niet vergeet wat ik allemaal moet doen. Voor de 25-jarige Björn is het belangrijk om een vast dagritme te hebben. Ook op de dagen dat hij niet werkt, houdt hij zich vast aan deze structuur, omdat het voor hem anders lastig is om het ritme weer op te pakken. Dat komt voor een groot deel door zijn psychische kwetsbaarheid. Inmiddels weet Björn steeds beter wat hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Maar dat is niet altijd zo geweest. 3 jaar geleden loopt hij door zijn mentale problemen vast op zijn werk, krijgt een burn-out en komt thuis te zitten. Dat heb ik ook gesprek gehad met UWV en ook liep daar Renier van Arken, mijn psycholoog. En die kwamen ermee dat door middel van René van Arkel en met het UWV een traject werd gestart voor reïntegratie. En daar wou ze eigenlijk mee als uitkijken hoe dat liep bij mij. Sinds 2016 werken UWV Den Bosch en GGZ-instelling Reinier van Arkel intensief samen om mensen met psychische klachten succesvol terug te laten keren naar werk. Er is een eigen methodiek ontwikkeld en Björn komt in aanmerking voor dit traject. De werkgerichte behandelaanpak die richt zich met name op de insteek werk maakt gezond. Werk is een medicijn. Als je al weer terug kunt in het werkproces, dan helpt dat ook om mentaal weer beter te worden. Met hulp van de reïntegratiecoach van het UWV kan Björn bij betonproducent Mewin terecht voor een werkervaringsplek. Zowel Björn als zijn leidinggevende worden tijdens het traject intensief begeleid door reïntegratiecoach Miranda Michielsen. Hey Björn! Hey! In het begin was ik best actief betrokken en veel aanwezig. We hebben veel gesprekken gevoerd, ook in de driehoek, behandelaar, Björn en ik. En ik was ook aardig betrokken bij de werkgever, om vooral de kaders en de verwachtingen goed neer te zetten. En die rol die is langzaam steeds kleiner geworden, omdat Björn steeds zelfstandiger ging functioneren.
Dus hij had mij steeds minder nodig. En je bent hier nu een tijd aan het werk, maar hoe merk je nu dat ze blij met je zijn? Ja, dat ze soms wel zeggen dat je eigenlijk gewoon niet de meeste bent. En dat je, ja, dat je eigenlijk wel een beetje alles kunt. En dat je altijd wel kan helpen waar het nodig is. Geboren vrachtwagenchauffeur. Ja. Een jaar lang is Bjorn zowel door zijn GGZ-behandelaar als reïntegratiecoach intensief begeleid bij het vinden en wennen aan zijn nieuwe werkplek. En juist deze samenwerking tussen Reinier van Arkel en UWV Den Bosch blijkt een grote kracht. Als iedereen alleen maar bij zijn eigen stekkie blijft, dus het UWV alleen bezig is met dat werk, Reinier van Arkel alleen maar met een stuk mentale behandeling, dan ben je eigenlijk allemaal op verschillende vlakken bezig met iemand. Wel een kijken van hoe kunnen we iemand helpen, alle beste intenties, maar het duurt vaak heel lang. En als je kijkt naar wat dat voor mensen uiteindelijk betekent, dat die samenwerking er is, veel korter behandeling, plus ook weer een plek in de maatschappij. Het is een win-win situatie voor mensen. Het is eigenlijk van de zotte dat het niet al overal is. Je geniet van wat je om je heen ziet. Je bent met niks bezig dan alleen maar gefocust zijn op het werk. Het geeft me rust. Ik voel me eigenlijk best wel trots dat ik dit bereikt heb. En ik had ook echt niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. De werkgerichte behandelaanpak is in 2016 als een pilot gestart en inmiddels een methodiek die UWV in verschillende andere regio's uit wil rollen. Er zijn meer verhalen zoals Bjorn, succesverhalen, die zijn opgetekend in dit boek. Daar vind je ook meer informatie over de werkgerichte behandelaanpak. Het ligt nu bij de drukker, maar over enkele weken is het beschikbaar. Wil je zo'n boek? Wil je meer weten over Bjorn? Er is een langere versie van zijn verhaal. Kijk dan op www.sterkdoorwerk.nl. Chris, het is belangrijk hè, dat er meerdere methodieken zijn die toegepast kunnen worden, toch? Ja, ik denk dat het ook wel een voordeel is van dit project. Dat regio's hun eigen aanpak kunnen kiezen. Er zijn nu 3 smaken in plaats van 1 smaak. En dat helpt in de aanpak om mensen met psychische klachten ook naar werk te helpen. Dan zeiden jullie aan het begin, we hebben een aantal doelen die jullie gaan stellen. En één daarvan was de monitoring. Mm-hmm. Wat houdt dat precies in? Nou ja, in de basis vrij simpel. Je wil weten wat het doet. Hè. Dus wij zitten hier nu een verhaal te vertellen over te zeggen, dit is hartstikke goed en heel erg succesvol. En dan kan ik me voorstellen dat iemand dan zegt, kan je dat ook laten zien dat dat zo is? Wat lastig is dat we met een AVG te maken hebben. Hè. Dus je kan niet zomaar alles delen. En daardoor heeft het eigenlijk heel lang ook stilgelegen, omdat we juridisch tegen allerhande obstakels aanliepen. We hebben nu aan Vrenos gevraagd om de monitoring te gaan doen. Eerst gaan kijken naar wat doen jullie al, wat monitoren jullie al. En hoe kunnen we daar gebruik van maken van die data die er is. En voor volgend jaar te gaan kijken welke onderwerpen zouden we daar nog aan toe kunnen voegen. En welke informatie zouden we nog meer kunnen gaan vragen. Om een nog beter beeld te gaan krijgen van de resultaten die we halen. Dit is best een pittig project. Wat is jouw eigen motivatie? Dit is wel een programma waarvoor je graag opstaat elke ochtend. Hè. Je doet het voor een doelgroep die, waarbij als je niet die energie erin stopt, het niet vanzelf beter gaat. Ja. Nou, hebben we allemaal in onze directe omgeving mensen die met psychische kwetsbaarheid te maken hebben. Sommige heb je heel dichtbij staan, sommige zitten wat verder weg. En ik zie in mijn directe omgeving zie ik dat degene die zich bezighouden met werk tijdens hun behandeltraject, dat werk eigenlijk een van de weinige dingen is die ze nog leuk vinden om te gaan doen. En dat ze daar met plezier naartoe gaan en met plezier voor even terugkomen. Dus voor mij staat het niet ter discussie wat dat betreft. En voor jou, Chris? Nou, ik heb zelf ook, zoals Jan zegt, iedereen die kent mensen met psychische kwetsbaarheid in zijn omgeving. En dat kan ernstig zijn of minder ernstig. In allerlei vormen. Met name betaald werk werkt heel goed. En ik denk dat dat hele positief is van dit programma. Dus dat vind ik heel mooi om daar een bijdrage aan te leveren. Ik kan me voorstellen dat dat het harde werken ook wel goed maakt. Dat je weet precies waar je voor doet. En het heeft gewoon effect op mensen. Nou, zo houden we eigenlijk uit met elkaar. Want anders hadden we het nooit, hadden we het nooit volgehouden. Nee. Heren, bedankt. Veel werk aan de winkel, maar zet hem op. Dit was weer het Hoofdzaak Werkjournaal. Wil je de filmpjes terugkijken? Er zijn lange versies op www.sterkdoorwerk.nl. Dat is allemaal te delen en te gebruiken. Voor nu bedankt en tot een volgend journaal.